Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking beklemtoonde gisteren tijdens een persconferentie dat de gemeenschap goed zal worden geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de zaak waarbij mediawerker Jason Pinas donderdagochtend op zijn erf twee handgranaten onder een voertuig van zijn broer aantrof. Ramdin zegt dat het persmoment een initiatief is van de regeringstop. We willen ook niet dat het escaleert. We willen absoluut die waarschuwing uitspreken naar de gemeenschap om dit soort dingen niet te doen. Want het heeft consequenties. Meer nog dan dat we de bescherming bieden, is voor mij belangrijk ook dat we de schuldigen, de daders vinden. Want dan kunnen we optreden tegen dit soort mensen. Dat is ook belangrijk. Ramdin zegt dat het een verworven recht is van elke burger om persvrijheid te genieten en stelt dat de zaak rondom Pinas ernstige vormen heeft aangenomen die zeer onacceptabel zijn voor de samenleving. Het onderzoek moet volgens Ramdin met alle voortvarendheid geschieden. Wij staan aan dezelfde zijde in deze. En we wachten de twee onderzoeksresultaten af. En dan zullen de acties ook op basis van die resultaten genomen worden. Dat bedoel ik ook met het leven in een rechtsstaat. We willen niet prematuur conclusies trekken. Maar de waarden en normen, de rechten die er zijn, moeten ongeacht onderschreven worden. En dat veilig gevoel moet er zijn. We weten dat het geen eenvoudige taak is. Ook niet onder de huidige omstandigheden. Dit is niet iets dat de regering heeft gedaan. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van de regering om het tot op de bodem uit te zoeken. En degene die zich schuldig hebben gemaakt hieraan te vinden. En dan zal het zijn aan de justitiële autoriteiten en de rechtelijke macht om de nodige acties te ondernemen voor betreft de nieuwe maatregelen. Ramdin zegt dat er meerdere contactmomenten zullen zijn met de pers. SVJ-secretaris Harvey Panka zegt dat de organisatie wil dat er actie komt en de zaak gauw wordt onderzocht. Ook minister Krishna Kumari Mathura zei gisteren in de media dat de situatie rondom de handgranaten zeer ernstig is, omdat het gaat om militaire explosieven die niet zomaar in handen van derden mogen komen. De bewindsvrouw zegt dat er een diepgaand onderzoek is ingesteld naar de herkomst van de granaten. Het is bijzonder belangrijk voor Mathura dat de veiligheid binnen de samenleving gegarandeerd blijft.